Hallo dames en heren, mijn naam is Jason en wij zijn natuurlijk al een tijdje de career mode met Sauber begonnen. Alleen gaat deze career mode nog niet echt de goede kant op, want wij staan qua ontwikkeling natuurlijk al best ver achter de rest. Dit komt door verkeerde keuzes tijdens upgrades, maar goed, het is de Formule 1 en in een jaar kan veel veranderen. En er zijn uiteindelijk ook regelwijzigingen doorgevoerd door de FIA en dat is onder het kopje aerodynamica en onder het kopje durability. Dus daar moeten we proberen wat dingetjes van te gaan herontwikkelen. Zodat we dan volgend jaar er misschien wat beter op staan. Ik hoop dat we volgend jaar richting de middenmoot toe kunnen werken. Maar dat wordt nog best wel lastig. We hebben ook een update uit de coureursmarkt. Dat er waarschijnlijk een zitje vrij kan komen bij Ferrari. Ferrari is zich een beetje aan het oriënteren. Maar het lijkt me dat ze niet bij ons uitkomen. En tevens wil ik ook gewoon heel graag bij Sauber blijven. Aangezien ik natuurlijk een challenge ben aangegaan. Ik wil gewoon zo graag van Sauber een topteam maken. En ik ben van mening dat het ons gaat lukken. Hier zien we ook die ontwikkelingsstrijd. Ja, we lopen gewoon best wel ver achter. Dat zijn helaas wel de feiten. Maar goed, Brazilië ligt mij wel qua circuit. Daar gaan we het zo over hebben. Eerste kwalificatie. De sprint. Het is kwalificatiedag hier voor de Grand Prix van São Paulo. Ik zei natuurlijk snel sprint erachter, want het is natuurlijk de sprintkwalificatie. Wat inhoudt dat de kwalificatietijd ook wat ingekort is. Zo heb je eigenlijk maar tijd voor 2 à 3 rondjes. En als je eenmaal naar binnen gaat, ja, dan is er ook best wel wat tijdstress. Vooral als je zo laat naar buiten gaat als ik heb. Maar goed, onze eerste run in de sprintkwalificatie is simpelweg een 12e tijd. En daar was ik niet zo heel erg blij mee. En dan spinnen we ook nog eens. Nou ja, dit was eigenlijk onze uitloopronde. Maar goed, ik twijfelde een beetje of ik wel aanzet of een uitloopronde wou doen. Dus ja, dan krijg je een beetje dit. Dan blijf je op de limiet zitten, onnodig. En dan speel je er dus vanaf. Uiteindelijk halen we het tweede deel van de sprintkwalificatie wel. Dus dat vond ik wel redelijk opvallend. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ook omdat natuurlijk Valtteri Bottas er gewoon totaal niet goed bij zit. Maar goed, in de tweede deel van de kwalificatie regent het. En we weten natuurlijk hoe slecht de Sauber is in de regen. In Monza viel het natuurlijk een beetje onze kant op toen het uiteindelijk ging regenen. Nou, in Brazilië lijkt dat toch wel echt anders. Ook omdat we natuurlijk gewoon opnieuw een droog weer setup hebben. In Monza hadden wij dat toen ook. Dat werkte prima. Maar in Brazilië zijn we aan het glibberen en aan het glijden. En dat levert ons uiteindelijk de 8e positie op. Dan zou je zeggen, dat is goed genoeg voor de derde deel van de kwalificatie. Nou, inmiddels zijn we alweer teruggezakt naar de 13e positie. En daar gaan we ook gewoon geen ronde meer voor neerzetten. Want de sprintkwalificatie is simpelweg niet het belangrijkste. De sprint sowieso niet. Wij moeten het hebben van de hoofdrace. Maar in die sprint heb ik best wel wat vertrouwen. Hier zien we trouwens onze rating. Die is redelijk belangrijk, heb ik gehoord. Maar ja, uiteindelijk gaat alleen weer tempo omhoog. Dus gaan we ons opmaken voor de sprintrace. Maar voordat we naar de sprintrace gaan, gaan we natuurlijk eerst eventjes het weerbericht met jullie doornemen. Het blijft, als goed is, droog voor de rest in het hele weekend. Maar het wordt nog wel even afwachten, want er zijn ook wat bewolkingen hier en daar. Op naar de sprint! De sprint van vandaag draait alles om snelheid. Er zijn maar weinig rondes, dus op strategie gaan ze het niet winnen. Wie heeft de vaardigheid om vandaag als eerste over de streep te gaan? We racen vandaag op Interlagos, een historisch circuit van 4,3 kilometer... en een van de weinige banen op de kalender die linksom gaat. 15 bochten in totaal, 9 naar links en 6 naar rechts. Met een technische middensector, gevolgd door sector 3 die vol gas wordt genomen. Wat voor de beste inhaalmogelijkheid zorgt in bocht 1. Laten we de startopstelling voor deze spannende sprint nog eens doornemen. Max Verstappen heeft gisteren een fantastische ronde gereden en begint vanaf pole position. Met Lewis Hamilton ernaast. Door naar de rest van de grid hebben we Leclerc, Sainz, Fernando Alonso, Norris, Oscar Piastri, Albon, Gasly, Magnussen, Russell, Perez, Joker, Stroll, Tsunoda, Ocon, Sargeant, Hülkenberg, Bottas en Daniel Ricciardo neemt de laatste plaats op de grid in. En nu is het tijd om het circuit op te gaan. En naast me in het commentaarhokje mijn oude vriend Bas van Damme. Nou, ze zeggen dat de verandering net zo goed is als rust. En hoewel er vandaag niet veel rust te zien is in het sprintformat, is er zeker een verandering in wat we meestal op het circuit zien. Laten we eens kijken naar het seizoen en dan vooral een vergelijking maken met de teamgenoot.
Eerlijkheidshalve heeft deze coureur vrijwel altijd de overhand gehad. Nou zal ik ruimhartig zijn. Het is nog niet zo lang geleden dat je ons op zondagen met je races vermaakte, maar in de jaren die voorbij zijn gegaan is de sport behoorlijk veranderd. Niet waar? Ja, dat is zeker zo, Olaf. Weet je, de wagens zijn groter en zwaarder geworden, maar er is nu veel meer downforce om mee te spelen. Toen ik reed, had de wagen bij 300 km per uur 4 ton downforce. Nu is het eerder 5 ton downforce. Dus er is een groot verschil in prestaties. Maar omdat de wagen nu zwaarder en groter is, moet er soepeler gereden worden. Er moet voorzichtiger mee worden omgesprongen. In de langzame bochten moet de wagen meer worden gekoesterd. De machines waren vergeleken met nu veel wendbaarder en behendiger toen ik in de Formule 1 reed. Nou goed, zijn we inmiddels aangekomen bij de sprint. Zoals als jullie nog niet echt bekend zijn met het format van de F1 sprint. Je hoeft geen pitstops te maken. Het mag wel, maar het hoeft niet. Nou, over het algemeen rijden we dus allemaal door op de sets van de softbanden. Dat gaat aan het einde nog bijzonder worden. Want aan het einde gaan we dat enorm zwaar krijgen. Want die soft die is gewoon heel erg snel klaar. Nou, de start dan. De lampen zijn aan voor de Grand Prix van de sprintrace van Brazilië. En we zijn onderweg. Onze starts hebben we over het algemeen nog niet echt onder controle. Zo ook in Brazilië. Want Lance Stroll zit ernaast. Ja, en ik wil eigenlijk te weinig risico altijd nemen tijdens de starts. En nu heb ik mezelf toch wel voorgenomen van ieder gimmen. En daarna gewoon kijken of je mee kan rijden met ze. Nou, uiteindelijk levert dit ons wel de 12e positie op. Dan komen we zelfs nog naast de Haas van Magnussen. Althans half. We remmen ons er wel naast. Het is 3 wijd. Maar ik weet dat ik aan de goede kant zit. En daardoor hebben wij in ieder geval de 10e positie veroverd. Pas vanaf de 8e positie krijg je punten. In de hoofdrace van de Formule 1 krijg je op de 10e plaats een punt. Hier zien we de herhaling van de start trouwens. Voorin komen ze wel redelijk weg. Daar is wel een mooi gevecht gaande. En je ziet ons een beetje zoeken van oké, waar zullen we hem ernaast zetten? Nou, hier laten ze wat ruimte. Dan gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. Nou, uiteindelijk is dat dus die 12e positie. En dan komen we er hier straks ook nog naast. Maar dat krijgen we als goed is niet meer te zien. Of juist nog wel. Nee, dat inderdaad gelukkig. Want ik wou net zeggen, ik heb het zo geëdit. Nou, we zitten nog een beetje vast achter Checo Perez. Zoals we weten is de Red Bull gewoon een snellere auto. We hebben ook wel heel veel geluk nodig. Willen we in de hoofdrace de punten halen. Maar goed, ik ben al redelijk tevreden met een 11e of 12e positie, weet je. We hebben een slechte auto, dus je moet ook gewoon blij zijn als je niet achteraan rijdt. En over het algemeen doen we dat ook niet. Dus daar mag je al redelijk tevreden over zijn, naar mijn mening. Maar goed, je wil natuurlijk wel je positie niet zomaar prijsgeven. En Pierre Gasly weet dat ook wel. En we zien volgens een mooi gevecht tussen Perez en Piastri. Maar daar komt Pierre Gasly aan onze kant. Alleen weten we deze positie nog te verdedigen, wil ik zeggen. Maar Gasly blijft ernaast, alleen nu niet meer. En zo hebben we in ieder geval onze positie weten te verdedigen. Maar Gasly geeft alleen niet op. Gasly is slim blijven meerijden met ons. En uiteindelijk levert dat wel een resultaat op, want hij zit nu al in onze versnellingsbak. Ja, dan is het gewoon een kansloos verhaal. En zelfs George Russell rijdt met Pierre Gasly mee. Ja, dan verlies je opeens 2 posities en dat wil je niet. Dus proberen wij weer mee te komen met het verliezen van dit duel. Alleen lukt dat gewoon simpelweg niet. Onze auto is te traag hiervoor. Zo zien we ook een gevecht achter ons. Magnussen heeft inmiddels Stroll te pakken. Maar goed, wij willen natuurlijk meer. Alleen valt er niet veel te halen. Magnussen achter ons. Daar komt Kevin Magnussen. En die staan voorbij. En ook Lance Stroll. En zo verlies je weer 2 posities. Alleen dit keer geven we ons niet makkelijk gewonnen. En daardoor is Lance Stroll 2 posities kwijt. En hebben wij een momentje. En daardoor kunnen we misschien blijven meerijden met Magnussen. Alleen is het wel handig dat je je DRS op tijd aanzet. 6e ronde inmiddels. Kevin Magnussen nog steeds voor ons. Ja, ik denk dat we hier gewoon niet kunnen inhalen. We zitten nog gewoon te ver erachter. En kijk eens. Lance Stroll als een duveltje uit een doosje waar ik geen rekening mee had gehouden. En daar is Lance Stroll er dus aan voorbij. En liggen wij weer op de 14e positie. En dat is gewoon simpelweg niet waar je wil rijden. Maar goed, het is wel de realiteit. Onze auto is gewoon niet snel genoeg. Hier zien we een gevecht. En we zien dat de Mercedes voorbij gaat aan de Williams. Ik denk dat dit dan George Russell is. Want volgens mij rijdt Lewis Hamilton wel redelijk ver vooraan.
Nou, zesde ronde van de sprintrace inmiddels. En Esteban Ocon rijdt in ieder geval achter ons nog. Maar het lijkt op van korte duur, want daar is Ocon eraan voorbij. En gaat ook Tsunoda eraan voorbij. Gaat ook Nico Hulkenberg eraan voorbij. Zo verliezen we gewoon drie posities in één keer. En proberen we nog enigszins terug te komen hier. We proberen in de slipstream van Nico Hulkenberg mee te komen. En zitten ernaast. En we komen ook naast Yuki Tsunoda. En we gaan op de bocht. Maar uiteindelijk zetten we door en halen we ook de twee posities weer terug. Alleen is Ocon los van ons. Want we weten het uiteindelijk niet meer voor elkaar te krijgen op deze softband. Dat betekent dus dat we in de kwalificatie van de, van de hoofdrace, dat dingen moeten gaan aanpassen aan de banden. Aan de bandenspanning, want die is veel te hoog. Want onze banden raken gewoon te snel oververhit. Waardoor we aan het einde van de sprintrace gewoon redelijk kansloos aan het lijken zijn. Want ook in deze negende ronde lijkt er van alles mis te gaan. Daar is Tsunoda en daar is Kevin Magnussen. Oh, maar doordat Tsunoda zich verremt, schrikt Kevin Magnussen daarvan. En daardoor zijn we er gewoon dodelijk weer aan voorbij. En staan we op de tiende positie. Maar daar komt Nico Hulkenberg nog een keer. En Hulkenberg is er dan voorbij. En daar is Tsunoda. Ik bedoel, sorry, daar is Logan Sargeant. En op de 15e positie ligt Logan Sargeant. En wij op de 16e positie. Maar we weten wel mee te rijden met Sargeant. Het is de 11e ronde van de sprintrace inmiddels. De ene laatste ronde dus. Wat kunnen we nog gaan verrichten in deze sprint? Kunnen we in ieder geval nog 15e worden? Of kunnen we ook nog 17e worden? Want daar komt de Duitser, Nico Hulkenberg. Oh, en banden raken elkaar. Maar daar is Hulkenberg. En gaan voorbij. En zo loop je toch wel weer redelijk achter de feiten aan in zo'n sprintrace. Hier ook weer zo'n corrigerend moment. Komt gewoon puur omdat onze banden gewoon helemaal op zijn. Maar goed, het moet gaan gebeuren. Maar inmiddels gaan bijna de laatste ronde in. En is de achterstand echt best wel groot hoor. Hoe gaan we dit nog goed maken? Nou, het lijkt erop dat we gewoon kansloos zijn. En dat Valtteri Bottas ons nog wel eens kan gaan inhalen. En dat is niet de bedoeling. Want je wilt natuurlijk altijd voor je teamgenoot finishen. Maakt niet uit als het geen punt of wel punt is. Het gaat natuurlijk om die erkenning. Willen we gewoon de eerste coureur gaan worden? En daar zitten we niet al te ver meer vanaf, voor mijn gevoel. En Logan Sargeant was in gevecht met Nico Hulkenberg. Maar die kunnen we niet meer gaan pakken, denk ik. En daar komt Valtteri Bottas weer. Alleen remmen wij wat later dan Bottas. En daardoor weten we een iets betere exit te creëren. Aangezien Bottas niet doorzet. Want ik ben van mening dat hij wel een veel betere exit had kunnen krijgen. Alleen als je niet doorzet, gaat het hem natuurlijk niet worden. Maar Logan Sargeant te pakken, dat wordt wel een heel moeilijk verhaal. Het kan op start-finish gaan gebeuren, want daar liggen kansen. Verstappen is de winnaar van de sprintrace, maar het gaat natuurlijk om ons. En we nemen Ivo. Ja, dit is het moment. Dit kan nu niet meer. Dit is zo'n moment. Ik denk dat je zonder dat moment het ook niet had gehaald. Maar dit is wel even behalen. Maar goed, dat maakt natuurlijk niet uit. Je finish voor je teamgenoot. En dat is het belangrijkste. Matige auto. Teruggevallen naar de 17e positie. Het is niet anders. Je weet gewoon dat je er zelf vrij weinig aan kan doen. Ik heb voor mijn gevoel het beste eruit gehaald. De banden speelden natuurlijk een grote rol. Maar dat gaan we proberen in de kwalificatie weer een beetje recht te trekken. Uiteindelijk gaan we de volgende einduitslag krijgen hier in de sprint. Verstappen wint hem dus. Hamilton wordt tweede. Sainz wordt derde. Alonso wordt vierde. Charles Leclerc vijfde. Lando Norris zesde. Sergio Perez zevende. En Piastri achtste. Ook onze rating gaan we even met jullie bespreken. Want tempo gaat naar 79 rating. En concentratie naar 75. Wat onze algemeen naar 76 rating brengt ons overal. En zo gaan we over naar de hoofd... Nee, sorry, naar de kwalificatie. Vandaag vol spanning. Wie heeft er zin in een paar hot laps op Interlagos? Het is kwalificatiedag hier voor de Grand Prix van São Paulo.
Je zag ons al druk bezig met de data van de auto. We zijn natuurlijk bezig met onszelf proberen te verbeteren, onszelf te ontwikkelen. En dat proberen we in de Formule 1 wereld, want we zijn natuurlijk nog maar een rookie. We mogen fouten maken en fouten hebben we genoeg gemaakt in deze serie. En dat is niet erg, maar volgend jaar moeten we er wel echt staan met minimale fouten natuurlijk. Natuurlijk, zelfs een ervaren coureur maakt fouten, dat is ook niet erg. Maar zoveel DNF's als nu, dat moet wel echt beperkt blijven. We zetten uiteindelijk een vierde tijd neer met een 1.86. Ja, dat klopt. Een 1.86.28. Uiteindelijk zijn we teruggevallen naar de negende positie. Maar ik heb er redelijk vertrouwen in dat deze tijd ons naar de tweede deel van de kwalificatie kan brengen. En uiteindelijk had ik ook gelijk. We halen het net. We zitten twee plaatsen tussen de knockout en dat we door mogen. 14e positie hebben we dus. En Bottas haalt het helaas weer niet. Uitvallers zijn Hülkenberg, Kevin Magnussen, Bottas, Logan Sargeant en Daniel Ricciardo. Gaan wij over naar het tweede deel van de kwalificatie. En ik voelde me echt goed met de auto. Ik had echt het vertrouwen dat we het derde deel van de kwalificatie kunnen halen. Zo gaan we over naar start-finish. En welke tijd gaan we dan neerzetten? Een 6e positie. Dat is gewoon prima. Maar een paar grote namen moesten hun tijd nog neerzetten. En uiteindelijk zijn we teruggevallen naar de 10e positie. Dit moet dus net goed komen of het gaat net fout. Maar uiteindelijk gaan we ervoor kiezen om nog een ronde te doen. En deze ronde deden we net voordat de timer afgelopen was. Het tweede deel van de kwalificatie is inmiddels ten einde. Maar wij mogen nog één rondje neerzetten. We verbeteren op dit moment 2/10 van een seconde. 3/10 zelfs. Het loopt zelfs op naar 14e, dus dit kan een hele belangrijke stap worden. We staan 15e. Kunnen we naar het derde deel van de kwalificatie toe? Het zit zo immens dicht bij elkaar. Maar daar komt hij dan. 15e van een seconde wordt verbeterd. En is het genoeg? Ja hoor, want we hebben de 10e positie. Het is dus net de derde deel van de kwalificatie. En dat is knap met zo'n rammelbak van een auto. En zo zitten we toch in het derde deel van de kwalificatie. Uitvallers zijn Alexander Albon, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. En waarvan Lewis Hamilton natuurlijk een verrassende naam is. Gaan we over naar het derde deel van de kwalificatie. En ik heb besloten om maar één run te doen. We staan nu natuurlijk tussen de grote jongens. En je weet gewoon, de laatste plek is het maximale haalbare. En dat is de 10e positie. Is dat een ramp? Zeker niet. Daar had ik vooraf zelfs voor getekend. Uiteindelijk zetten we de 9e tijd neer. Maar goed, er moeten natuurlijk nog coureurs rijden. En uiteindelijk zijn we teruggevallen naar de 10e positie. Is geen ramp. We horen eigenlijk hier ook helemaal niet thuis. Dat blijkt ook 19e achter de poltijd. Op zo'n klein circuit als Brazilië is dat eigenlijk te veel. Fernando Alonso pakt de pole position. Charles Leclerc zien we terug op de 2e positie. En Sainz op 3. Russell op 4. Verstappen op 5. 6e Lance Stroll, 7e Norris, 8e Perez en 10e wij dus. En de nummer 9 blijf ik jullie schuldig. En zo gaan we weer een stukje omhoog, maar is onze overall rating zeker nog niet wat het moet zijn. Nou ja, 76 is prima. En in de race is er gelukkig niks veranderd, het blijft droog. Bewolking, dat maakt het wel een beetje kans op regen, maar ik heb er vertrouwen in. Op naar de hoofdrace! De Formule 1 keert weer terug naar Sao Paulo, waar het weer een klassieke Braziliaanse Grand Prix belooft te worden. Sebastian Vettel behaalde hier in 2012 zijn derde kampioenstitel. En in 2016 trakteerde Max Verstappen ons op een van de mooiste regenraces aller tijden. Interlagos, altijd een zeer bijzondere race hier in Brazilië, is een 4,3 kilometer lang circuit met 9 bochten naar links en 6 naar rechts voor een totaal van 15 bochten. De snelste ronde van vandaag zou een gemiddelde snelheid van zo'n 220 kilometer per uur moeten hebben, als het natuurlijk maar droog blijft tot het einde van de Grand Prix. Het is tijd om de startgrid van vandaag te gaan bekijken. Fernando Alonso staat op pole position, met Charles Leclerc naast hem. En op de rest van de grid hebben we Sainz, Russell, Stroll, Norris, Perez, Oscar Piastri, Joker, Ocon, Gasly,
Tsunoda, Hülkenberg, Bottas, Sargeant, Albon, Hamilton, Magnussen, Ricciardo en Max Verstappen is laatste op de grid. Nog even voor de lichten uitgaan, dus laten we naar het circuit gaan waar ze bezig zijn met de laatste voorbereidingen. En naast me vandaag een man die ik altijd graag in het commentaarhokje zie. Bas van Damme. Laten we eens kijken naar het seizoen en dan vooral een vergelijking maken met de teamgenoot. Eerlijkheidshalve heeft deze coureur vrijwel altijd de overhand gehad. Ik weet wat wij moeten doen voor de start van de race van vandaag, maar hoe zit het met onze coureur? Hoe zien die laatste uren eruit? Nou, iedere coureur heeft eigen voorbereidingsrituelen voor de race. Je ziet verschillende coureurs, sommigen met hoofdtelefoons op, luisterend naar muziek. Andere coureurs halen juist energie uit het publiek en zwaaien naar de mensen. Weer anderen keren in zichzelf en praten met hun engineers om cruciale informatie tot zich te nemen die ze nodig hebben tijdens de race. Die voorbereidingsrituelen zijn essentieel om systematisch te werk te gaan. We rijden veel Grand Prix in een seizoen en hoe systematischer je te werk kunt gaan, hoe beter je jezelf voelt in die omgeving. Gaan we met jullie even de strategie doornemen. Want aangezien we dus nu op de 10e positie starten, of volgens mij 9e zelfs, willen we proberen de positie vast te houden. Daarom gaan we voor een medium hard strategie. Dat is een eenstopper. En ik ben van mening dat we hiermee de punten kunnen halen of dat we weer net ernaast gaan grijpen. Maar we gaan het zien. De lampen gaan in ieder geval aan voor de Grand Prix van Brazilië. En we zijn onderweg. Hebben we de start een beetje onder de knie. Door gridstraffers hebben we een positie opgeschoven. En we gaan alle risico's zelfs van die nemen. We zitten in een 4-wijd, 3-wijd inmiddels. We houden de ruimte voor Esteban Ocon. En zo staan we weer op de 9e positie. Maar is dit een fantastische start. Hier zitten we zelfs nog naast Oscar Piastri. We gaan er zelfs aan voorbij, denk ik. Nou, we zitten op de curbzone. Oh, we raken Piastri. En zo dus liggen we nog achter Oscar. Maar gaat het zeker wel de goede kant op, denk ik. Ik denk dat we hier vanaf de 9e positie wel redelijk goed zitten. De herhaling van de start dan. Die pikken we ook nog even met. Dan zien we niet heel veel bijzondere dingen. Ja, hier en daar gekloot. Een beetje hier en daar, ook aan onze kant. We zitten een beetje te kijken waar kunnen we het halen, waar gaan we de risico's nemen. Hier zitten we er bijvoorbeeld naast, maar durven we niet echt door te zetten. Onze autovermogen laat het ook gewoon simpelweg niet toe. En voor de rest niet hele rare positiewijzigingen. Hier zitten we nog naast Piastri, maar uiteindelijk heeft Piastri gewoon de betere kant. En ja, nemen we gewoon maar genoegen met de 9e positie. En helaas moeten we ook mededelen dat er een rubberen zo'n schuimbordje is overleden. Nou, dan moeten we eerst even rekening houden met de Visa Cash App RB van Yuki Tsunoda. Want die rijdt wel redelijk dicht achter ons. Die rijdt op de 10e positie. En dan moeten we natuurlijk rekening houden met dat er een paar topteams achteraan rijden. Laten we hopen dat die niet te veel terrein winnen. Over die topteams gesproken, er is vooraan ook inmiddels een leuk gevecht gaande. Het gaat tussen Fernando Alonso en de Ferrari van Charles Leclerc of Carlos Sainz. Het is Charles Leclerc en Alonso wint dit gevecht. Alonso terug aan de leiding. En het lijkt erop dat Oscar Piastri in ieder geval bij ons aan het wegrijden is. Wat helemaal niet raar is. Piastri heeft gewoon simpelweg wel een betere auto dan wij. En wij moeten gewoon proberen onze positie te verdedigen. Voor zoverre dat mogelijk is natuurlijk is. Want ja, we hebben gewoon best wel moeite met die snelheden op het rechte stuk. Ja, dan zijn we gewoon te traag. Simpel. En het wordt ook zeker niet makkelijk om onze positie hierin te verdedigen. Maar je kan in ieder geval proberen alles te geven. En dat gaan we ook doen. Dus Tsunoda zit op 15e van een seconde. En Piastri is inmiddels al 2 seconden bij ons weggereden. Dat is op dit moment de stand van zaken. We zien dat Tsunoda met de DRS wel wat inloopt. Maar is het genoeg om ernaast te komen? Nou, het is zeker genoeg, denk ik, om ernaast te komen. Want het gaat opeens wel heel hard. En daar komt de Visa Cash App RB van Tsunoda. Wij zitten aan de buitenkant, hij aan de binnenkant.
Of is het juist andersom? Nee, toch? In ieder geval 9e positie. Nog steeds. We weten Tsunoda nog van ons af te houden. Maar daar gaat hij weer komen. Nee, het komt niet. Houden totale hoeveelheid brandstof boven de 41,47 kilogram. Nou, het staat momenteel op best wel hoog. Dus ik denk dat we dat wel gaan halen. En ik had het er al over dat er wat topteams achter ons reden. Nou, Verstappen krijgt de positie helemaal gratis. Aangezien Daniel Ricciardo zich verremt. Hij schrok zich waarschijnlijk als een dood. Hij schrok zich dood, omdat Max Verstappen natuurlijk in zijn spiegel zat. En hij kreeg natuurlijk flashbacks van zijn Red Bull tijden en liet hem gewoon daardoor netjes voorbij. Eigenlijk was dit gewoon een foutje van Ricciardo. Die wou gewoon sturen en remmen tegelijk. Ja, natuurlijk blokkeer je dan je wielen. Nou, met nog 3 rondes voor onze challenge lijken we die wel te gaan halen. Maar daar zijn we natuurlijk niet echt met ons hoofd mee bezig. Wij zijn aan het proberen om Tsunoda van ons af te houden. En dat is nog zeker geen makkie in de 7e ronde van deze race. Want Tsunoda zit echt wel te kijken bij ons. Waar kan ik het doen? Waar kan ik deze Sauber pakken? Waar liggen zijn zwakke punten? Nou, op het circuit in ieder geval niet bij inhaalpunten op dit moment. En daar is Sergio Perez, sorry. En dit is op dit moment geen goede uitgangspositie voor ons. Als Perez Tsunoda hier pakt, kan Perez op ons jagen. En hij pakt Yuki Tsunoda. Dus hebben wij opeens een Red Bull achter ons rijden. En dat verandert de hele situatie. Om Perez nu achter ons te houden, moeten we echt heel erg ons best gaan doen. Maar er is een gele vlag. En waarom is die gele vlag? Er is een auto gespind geweest. Volgens mij komt hij wel weer op snelheid. Nee, hij zet hem aan de kant. Het is Daniel Ricciardo. Die valt uit. En Perez heeft ons inmiddels ingehaald. En hier moeten we even corrigeren. Waardoor Yuki Tsunoda opeens in de versnellingsbak van ons zit. Dit was niet helemaal de planning. En daar gaat Tsunoda er dan ook aan voorbij. Maar we houden er hem naast. We komen wel iets te wijd uit en we komen daardoor op de curb. Ja, dan kan je niet meer terugkomen. En staan we opeens op de 11e positie. Maar goed. De doelstelling gaan we in ieder geval halen. Maar daar ben ik eigenlijk totaal niet mee bezig. Ik ben bezig met mijn trackpositie. En daar komt ook nog Pierre Gasly aan. Maar we geven hem heel weinig ruimte om hem af te schrikken. Dit is eigenlijk helemaal... Dit mag eigenlijk helemaal niet. Doe dit thuis vooral niet naar. Maar ik was even gefrustreerd. En dan mag het ook niet hoor. Begrijp me niet verkeerd. Dit was gewoon heel slecht verdedigd. We moeten wel een beetje ruimte geven. Hier zien we Max Verstappen. Hij wil natuurlijk zijn weg vervolgen met zijn inhaalrace. Een inhaalrace die stroef op gang komt. Maar daar gaat hij dan toch wel echt voorbij, denk ik, aan Magnussen. Maar we kennen natuurlijk de Viking Spirit van Kevin Magnussen. En die geeft zich niet gauw gewonnen. En dat ondervindt ook Max Verstappen. Want daar is Kevin Magnussen degene die nog voor de Red Bull auto zit. En zo staat Max Verstappen zich te frustreren. En liggen wij nog steeds op de 11e positie in de 14e ronde. En zien we ook dat Tsunoda ons bijna buiten de DRS heeft gereden. Ook zien we dat Gasly buiten de DRS is gereden. Dus we rijden een beetje in niemandsland. En daar moet je wel echt voor gaan oppassen. Want dan begin je wel een beetje aan concentratieverlies te lijden. Maar gelukkig gebeurde dat bij ons niet. En weten we het gat met Tsunoda te dichten. We krijgen dus de volgende boordradio. We moeten proberen Tsunoda heen te halen voor de 20e ronde van de race. Dus we hebben 5 rondjes de tijd om dit voor elkaar te krijgen. Nou ja, Tsunoda dus op de 10e positie. En we moeten eraan voorbij. Alleen ja, door dit soort momenten verpruts je de exit. En dus moet je dat gaan opvangen met je ERS-systemen. Op zich kunnen we dat, maar het is natuurlijk niet ideaal. Maar we gaan wel naast Tsunoda komen. We gaan aan de binnenkant. En we zijn eraan voorbij. Alleen niet op een heel slim punt. Want daar kan Tsunoda natuurlijk weer terugkomen. Kan Tsunoda terugkomen? Ja hoor.
Maar wij proberen mee te remmen aan de buitenkant. Maar ja, daar is gewoon te weinig grip. Daar kan je het gewoon niet voor elkaar krijgen. En zo staan we nog steeds 11e. Maar goed, we gaan naar binnen. Voor onze pitstop. Hopelijk is hij wat beter dan die van Tsunoda. En niet slechter, alsjeblieft. Team, doe je best. Oké, bij onze pitcrew aangekomen. De harde band eronder. En het gaat goed, alleen moesten we wachten. Op wat? Geen idee. Het kan ook nog wel eens een timingsfout aan mijn kant zijn geweest. Volgens mij was het de timingsfout. Ik drukte te vroeg op X. En daardoor komen we achter Kevin Magnussen terecht. Want die heeft eerder een pitstop gemaakt. En wij hebben intussen nog wel even een oude beelden voor jullie. Van het duel van Magnussen en Verstappen. Want Magnussen werd uiteindelijk toch ingehaald door Verstappen. Maar... wat is er dan in godesnaam met Verstappen gebeurd? En dan hebben we nog een leuk gevechtje. Vooraan weer. Het is nog steeds Charles Leclerc en Fernando Alonso. We zagen natuurlijk, nou ja, een tijdje geleden in de video dat Alonso de leiding pakte. Maar na een paar rondjes denkt Charles Leclerc van laat ik het gewoon maar eens doen. En pakt de leiding in deze race. Nou... zo zitten we in de 19e ronde. En je merkt wel, op de harde band hebben we het wel een beetje moeilijk. Ik zit een beetje qua mijn rembalans te spelen in de race. Elke bocht pas ik een beetje de rembalans aan. Puur om ervoor te zorgen dat de banden een beetje in het window blijven wat we willen. Want we weten natuurlijk dat de banden en de remmen een grote rol spelen. Onze remmen kunnen overhit raken. Waardoor de banden ook sneller te warm worden. Dus ja, daar moet je een beetje je balans in vinden. Maar het lukt op dit moment in deze race wel. Alleen met de huidige rembalans merken we wel dat we iets te traag zijn. Ook zien we een gevecht tussen Nico Hülkenberg en de auto van Daniel Ricciardo. Uiteindelijk wint Daniel Ricciardo dit duel. Kevin Magnussen heeft inmiddels 1,5 seconden bij ons weggereden. Zoals ik al zei, we zitten een beetje te spelen met onze rembalans, waardoor we wat tijd verliezen. We moeten namelijk even de ideale setting vinden. Maar we zien ze nog rijden. En dat is motiverend. Alleen moet je dan niet te veel op de curbstone rijden, want daar komt dan de Williams aan van Alexander Albon. En Albon zit wel aan de goede kant hoor. Dit keer geven we Albon ruimte. We willen hem wel iets op de curbstone dwingen, maar dat lukt uiteindelijk niet. Maar goed. De 26e ronde. Oh, het leek er even op dat iemand zich in dit groepje verrende. Nou, dat leek niet zo. Dat is zo. Alleen hij schiet niet rechtdoor. Hij weet de bocht dus te halen. Ja, we zitten een beetje vast achter Magnussen. En dat is niet wat je wil. Maar daar gaan we dan toch een inhaalpoging doen op Kevin Magnussen. Ik maakte me even zorgen omdat we heel dicht bij dat gras kwamen. En op het gras moet je absoluut niet willen rijden. Ik heb trouwens de inhaalactie op Albon helemaal gemist. Die heb ik er volgens mij wel ingedaan, maar die heb ik gewoon helemaal gemist. Maar zo zijn we in ieder geval weer op de 11e positie terug. En moeten we nu gaan pushen richting die 10e positie. Hier zien we trouwens een leuk gevechtje tussen Lando Norris... en een Alpine. De Alpine van Pierre Gasly. Die best wel ver vooraan rijdt. Het kan ook nog wel eens zo kom wezen. Maakt ook niet uit. Lando Norris gaat in ieder geval de aanval neerzetten. Hij zit aan de goede kant.
En hij heeft hem te pakken. Maar wij strijden natuurlijk nog voor dat laatste puntje in deze race. Want Esteban Ocon en Oscar Het is het gevecht tussen Ocon en Piastri. Maakt ook niet uit, ik ben nooit goed in gokken. Tsunoda, die gaat in ieder geval van de 10e positie af. We remmen hem uit. En zo lijkt het erop dat we een topstrategie te pakken hebben. Het pijltje gaat ook steeds verder weg. Alleen verdwijnt hij niet. En daardoor kan Yuki Tsunoda weer een aanval gaan doen. Nee, hij komt tekort. Maar Tsunoda weet wel knap met ons mee te rijden. Waardoor we uiteindelijk dus niet weten weg te rijden. En daar baal ik wel van. Want dan kom je uiteindelijk gewoon weer op die penalty stip te liggen. Want die DRS is gewoon zo krachtig in deze race. Daar ga je gewoon niks tegen kunnen doen. En hier is de bevestiging. Daar is Yuki Tsunoda weer. En we kunnen hem er niet eens meer naast remmen. En zo is Tsunoda weer terug op de 10e positie. En daar gaat weer een aanval komen op de Visa Cash App RB. En we zijn er weer aan voorbij. Maar weer op dat domme punt. Maar je zou zeggen, waarom haal je hier dan niet in? Dat kunnen wij gewoon simpelweg niet. We weten daar altijd een te slechte exit te creëren. Ja, en dan moet je maar risico nemen. En daardoor raak je misschien zelfs wel je 11e positie kwijt. Want opeens komt Lewis Hamilton daar als een dubbeltje uit een doosje. Met zijn prachtige Mercedes bolide. Maar uiteindelijk weten we ze wel nog voor ons te houden. Maar ja, Tsunoda ligt wel weer op die 10e positie. Laten we eens even kijken naar de herhaling van dit gevecht. Wij halen dus Tsunoda in. Remmen diep in, waardoor we daarnaast komen en uiteindelijk een betere exit hebben. Alleen hier moet je dan de verdedigende lijn nemen, waardoor we snelheid verliezen. Tsunoda wouden we opvangen, dat mislukt. Waardoor Tsunoda er hier aan voorbij komt. En daar komt dan ook Lewis Hamilton, die denkt, Kip, ik heb je. Maar wij rijden mee met Hamilton. We weten dat de laatste paar rondes zijn ingegaan, dus we kunnen dit verdedigen. En Hamilton zit er nog naast. En uiteindelijk pakken we Hamilton nog wel. Inmiddels zitten we in de laatste ronde van de race. En daar is Lewis Hamilton weer. Lewis Hamilton zit ernaast. En gaat hij het doen? We geven elkaar minimaal ruimte. En uiteindelijk is het Lewis Hamilton die opgeeft. Kunnen we dan ons nog vol gaan focussen om die punten binnen te harken? Een punt is zo belangrijk in het strijd om de constructeurs en om het rijderskampioenschap. George Russell wint de Grand Prix van Brazilië. Maar het gaat erom hier. Pakken we een punt of grijpen we voor de 10.000ste keer net naast een punt? Want dan is het wel de bevestiging dat deze auto gewoon nog niet goed genoeg is om standaard punten te halen. En dat weten we eigenlijk natuurlijk al, maar je wil je natuurlijk altijd zelf als hoop geven. Maar er lijkt geen aanval meer te komen. DRS gaat aan. We kruipen in die achterbak, maar het is niet genoeg. En daardoor eindigen we op de 11e positie. En hoe pijnlijk dat ook is. We gaan over naar de podiumceremonie. Het neusje van de zalm in Groot-Brittannië en het circuit, dat is George Russell die de overwinning pakt. De raceoverwinning en de snelste ronde vandaag laten echt zien hoe dominant deze coureur was ten opzichte van de concurrentie. En het was precies duidelijk wanneer die snelheid moest worden benut. Wanneer op kritieke momenten alles uit de levensduur van de banden moest worden gehaald. Dus dat is wat we vandaag zagen, dominantie van start tot finish. En het is nu aan de rest van de competitie om te proberen bij te komen. Na een uitmuntende prestatie tijdens de Grand Prix zal het team van Mercedes vanavond wel een feestje bouwen. En dat verdienen ze.
Nou, dit was de Grand Prix van Brazilië. De einduitslag krijgen we hier te zien. George Russell en Fernando Alonso en Charles Leclerc hebben het podium veroverd. Wij grijpen helaas net naast de punten, terwijl Valtteri Bottas onze teamgenoot rond de laatste plek rijdt. Dit is het coureursklassement op dit moment. Wij zijn terug te vinden op de 11e positie en Max Verstappen op de 1e positie. Dit is de constructeurstand, Red Bull 1e. En wij als Sauber zijn terug te vinden op de 6e positie voor teams als Williams, Alpine, Visa, Cashup, RB en Haas. Onze ervaring, bewustzijn en tempo... Oh nee, alleen bewustzijn en ervaring gaan omhoog. Onze overall rating blijft 76 rating. Dames en heren, wil je dit kanaal in ieder geval steunen? Dat kan. Gratis en betaald. Gratis door de video te delen met je vrienden. Wordt enorm gewaardeerd. Te abonneren. En natuurlijk deze video te liken. En te reageren wat je ervan vindt. Feedback wordt altijd wat meegedaan. Betaald steunen kan door te doneren tijdens livestreams of 2 euro per maand te betalen waarin je al onze Formule 1 video's vooruit kan kijken. Nou, dames en heren, ik zie jullie graag later bij de volgende Formule 1 video of bij een volgende video van Voetbalmanager of EAFC, wat je ook leuk vindt. Nou, toedeledokie dames en heren!